Na het kijken van het filmpje kun je dus zien hoe iemand anders kan zijn dan dat hij zich voordoet. Een lieve leuke jongen over de app kan dus misschien wel een enge kinderlokker zijn. Wees dus voorzichtig. Wil je wel afspreken, spreek dan op een drukke plek af. Stap nooit bij een vreemde in de auto. Spreek nooit meer zomaar af met iemand die je niet kent. Spreek nooit op een onbekende plek, want dan weet je waar je naartoe doet als het misgaat. Als je wel afspreekt, zorg dan dat er iemand van af weet die je vertrouwt.